Nou, Bobbylien, dit is, hoeveel is het, dag 6? Dag 7. Dag 7, oké. En wat is papa hier aan het doen? Hij gaat de kleine tegels. Wat doe je? Het zat op je nagel. Oh, het zit nu in mijn oog. Jammer, jammer, ik ben natuurlijk net te laat natuurlijk. Wat is hier aan de hand? Wat is Bij de buren kruipen. Maar ik wil niet weten bij de buren naar beneden kunnen gaan, want die hebben misschien een beter gat. Bobbly, bobbly. Bobbly, bobbly, bobbly. Goed. Bobbly, bobbly. High five. All right, babe. Is gelukt. Toppie. Bobbly, bobbly, bobbly. Hepie en hepie. Ja, buurman, buurman. Juist. Jij hebt het door. Kijk, zet ik mooi strak. Nou, Bobbylien. Dit is, hoeveel is het? Dag 6? Dag 7. Dag 7, oké. En wat is papa hier aan het doen? Ja, hij gaat op het vullen terwijl hij de tegels... Kijk. Hij gaat hem gehaald. Oké. En wat vind je er zelf van? Vind je het mooi worden? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, je durft geen nee te zeggen natuurlijk. Tuurlijk. Kijk. Kijk, ja. Dus laag over laag, hè? Ja, ja. Helemaal. Moet je kijken, het is vanmiddag helemaal strak. Ja, gaan we hier beneden. Kijk even. Kijk. Zo, hup. Hier een gat. Ja, hup. Ja, ja. En ik smeer hem zo helemaal strak. Juist. Hup. En weer strak. Jo, het is zo strak als een regenpak. Ja. Hup. Kijk. Ja. Hup. Ja, 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 ja. Even kies. Pak hem tegen hem. Strak. Hup. En weer strak. Dat is bij het gat. Ja, ja. Hier is dat bij het gat. Ja, hier een beetje zo ruim. Ja, doe maar. Hup. Het is een snelband, hè? Dus ja. Je moet er wel een beetje op schieten. Ja, 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 ja. Ja, slavendrijver. Ja, Cleopatra. Hij vindt het straks al te droog. Ja, oh, ja, ga je door, jij? Ja, het. Ja, ga doorlopen. Het is straks al hoog. Zo, hop, ja. Hopla. Hopla. Kijk, dat die jongens ook altijd doen, zo heen en weer. Babbeltje, babbeltje, hup. Gaatje vullen hier, hup. Ja. Ik geloof dat we wel genoeg gezien hebben. Ik heb er ook mijn kwaliteiten niet goed waren, dus nu laat ik de kenners hem zelf doen. Hup. Hier schept het er weer uit. Kijk, hoe kan je dat even overhouden? Kom maar, ik doe het wel weer even terug. Oh ja. Hup. Ik doe het gewoon bij omhoog. Ja, ja, het zat goed. Toen ik het had gedaan, zat het goed. Ja, ik bedoel, het was het helemaal strak. Ook niet helemaal strak hoor. Zo, ja. Nee? Kijk, als ik het erop doe, blijft er niks over. Als jij zo doet, hou je ineens heel veel over. Het moet juist... Moet je even een natte spons hebben? Ja. Gaan we zo halen. Die ligt achter je, die emmer, ja. Dat doen we zo meteen. We gaan eerst eventjes nu het allemaal gelijk maken. Nou, dan is het gat toch aardig mooi hoor. Zo, hè? Super. Nou, dan blijft het mooi op die ene kant zitten. Nou, dan kunnen er morgen de schilders overheen. Ik heb wel meer gedaan van die rare bobbels. Ja, er zit dan een bobbeltje in. Maar dat komt van de oude muur. Komt de kracht voor, toch? Zeker, kracht. Dus overal kom je op bobbeltjes tegen. Nou, volgens mij... Moet er gewoon nog een laagje overheen. Nog een laagje? Nog een klein beetje... Hij zakt toch iets naar binnen. Nog wat op? Ja, ik kan nog iets. Een dun laagje. Ja, ja, ja. Zo, en dat even uitsmeren. Maar op, hè? Niet eraf. Niet eraf halen. Doe je? Het zat op je nagel. Het zat op je nagel. Maar toen deed het, schoot ik het weg. Oh, het zit nu in mijn oog. Nee, je hebt een bril op. Oh, ik heb een bril op, oké. Okay. Ja, ja, ja. Waar kan je niet zo doen? Dat is misschien iets pakken.
Ja. Goed? Ja, je doet het prima. Fantastisch. Echt. Kijk, huppakee. Ik ga wel even gisteren eten. Ja, wel warm, hè? Ja. En dan soort die vies. Ja. Dat is niet handig. Kijk, heel goed. En even voor de gamma-kijkers. Mevrouw, hoe heeft u dit geleerd? Niet geleerd. Van Eloï? Was het maar Eloï. Eloï niet? Nee. En je heeft niks gevolgd bij Eloï? Nee. Oh. Maar ik vind dat hij het wel heel goed kan strijken. Strijkt u altijd de was? Nee, ook niet. Ik weet niet hoe de strijkijzer werkt. U weet niet eens hoe de strijkijzer werkt. Wat is dan uw kwaliteit? Kijk eens even of ik dit op YouTube kan zetten. Ach, kijkertjes, kijkertjes toch. Ja. Oh. Nou, ik kan veel zeggen hoor, maar ik vind dat ik gisteren nog een hele goede basis heb gezet. Ah, oh, hallo. Wel, ik heb punten. Ik zie helemaal geen punten. Nee, hier niet. Je maakt er nou, dit is heel goed. Kijk, ja, er zit een klein oneffenheidje, een klein braampje. Wacht, er zit even een braampje in. Ik denk dat er een steentje op je spatel zit. Nee, het zit hier. Oh, het zit daar. Hier. Oh ja. Moet je eruit halen. Ja. Waar maak je dan het maak ze weer, god, oh. Bobby, ga even weg. Uit je licht, even uit het licht, Bobby. Weg. Zo ja, dan heb ze even, anders ziet ze niks. Nou, ik vind het wel ontzettend mooi worden hoor. Bij de LOE cursus, hoe doe ik klussende kijkers? Hoe klus ik mijn muurtje strak? En je ziet het, alles met de spons. Eraf zeiken. Meneer, wat is uw combinatie afzeiken? Ja, daar zijn we al over bezig. Kom niet, klaar. Ik zei nee. Even niet, schat. Dat is niet handig. Zeggen, ik bedoel de eerste keer. He? Yo, dames en heren, iedereen kan het doen, je ziet het. Doe het zelf, is voor echt iedereen weggelegd. Ik raad het ook iedereen aan om te gaan doen. Even bij de KVK iets registreren. En je kan zo zelf een gaatjesmaker worden. Kijk, nou, dat is mooi. Gaatjesmaker. Ja, maar gaatjesmaker en een gaatjesvuller. Nou, we gaan eventjes weer... Laat in de drogen en dan doen we zo meteen nog een dun laagje eroverheen. En dan is die helemaal mooi. Ja. Jammer, jammer. Ik ben natuurlijk net te laat natuurlijk. Wat is hier aan de hand? Wat is... Nou, niks. Niks. Hey. CV aftappen. Klein cv'tje aftappen. Zo. De muren waren net geverfd. Goh. Ja, de muren net geverfd. Kijk hey. Dan hier. Het ziet er lekker uit, jongen. Ah, ik ben blij dat het nu geverfd is. Ja, daarom. Nee, daarom wou ik het ook niet af. Ja, daarom. Dat is wel goed. Daar moet alles af. Kijk even, meis. Ja, kom maar, ik tap die dicht en dan zijn we klaar. Maar niet. Dit moet gaan, zo. Ja, oké, maar deze kan ik dicht doen. En dan stopt hij. Ja? Ja, natuurlijk. Waarom doe je dat niet dan? Ja, maar, wat zei je tegen je? Nou, zal ik wel stoppen, denk ik? Nou. Nou, dat niet. Even je stem bij. Er staat weer een camera klaar. Nou, goh. Wacht even, dan maken we de. Dan zorgen we ervoor dat de handdoek nog iets vocht kan opnemen. Ja, voor de kijkertjes natuurlijk. Bobby Lee is lekker aan het buiten spelen. Heeft geen benul wat hier allemaal binnen het huis gebeurt natuurlijk. Nee. Voor haar zijn we al verhuisd en zijn we hier aan het spelen al buiten. 6 miljoen vriendinnen. Terwijl wij nog druk bezig zijn het huis bewoonbaar te maken. Ah ja, alles voor het kind. Ik zal even de veilige zone gaan staan. Zo. Dat je weer een goed shot hebt. Ja, maar ik de onderwaterkamer niet bij. Ja, onder water. Ja. Ik had het net moeten filmen. Ja, dat was mooi geweest. Ja. Dat was een spektakel. Nou, wel eventjes. Goh. Nou, kan die weer? Ja, we kunnen weer. Ja. Zo. Je mag ook een ja. Ja.
Ja, we zijn er klaar voor. Ja, dames en heren. Deze kan ik niet dichten. Oh. Waarom niet? Dit is een kontra. Weer een kontra. Oh. Nou, bij ons een dokje. Krijg ik nog zo'n dokje? Ja, dat gaan we even doen. Dat gaat doen. Oké, okay, jongens, we zijn zover. De tweede. Hier kan dus wat uit. Nou, weinig, denk ik. Twee kanten. Ik heb een tel. Nee, maar die komt niks uit, schat. Nee, joh. Oh, nee. Hé, water. Heb je bek? Ja, nee. Ik zei je net. Die is goed weg. Ja, draaien. Ja, draaien. Deze is weg. Hoeveel water komt er bij jou? Ik weet het nog niet. Ik wil hem eens heel even voelen. Oh, daar gaat hij natuurlijk. Ander bakje, we hebben twee bakjes. Ander bakje. Achter deze. Klein bakje. Klein bakje. Nee, die past niet. Dat kleine bakje. Deze past hier. Ja, zo. En dan kan deze daar. Ja, de buurman en buurman. Ah, ja, er komt er niks meer uit. Jij zit toch dicht op de vloer. Nou, dat hebben we al gehad. Moet ik een doosje met koppelingen hebben? Ja. Zo eventjes, beste kijkertjes, hier het plafond. Dat was vorige week wit. Het is nog steeds wit. Ze gaat. Oh, ze gaat ook. Nee, daar is, voor mij is dit wel hier water. Ja, het is wel een beetje water. Ja, dit is eigenlijk dat. Maar het is zometeen 30 graden hier, dus zo droog. Ja, dan doet die verwarming het. Als de verwarming doet, dan... Daarom. Nou, dan ga ik even kijken voor de achteruit. Of ik hier dan nog de juiste koppeling heb. Juist. Heerlijk. Kan je daar ook nog onder? Ja. Want dat is de bedoeling. Ja. Dan moet ik even kijken. Wat is dat gat dan? Kijk, ik heb ergens PVC, denk ik, buis kan ik vastlijmen, dacht ik, dan van die dozen. Je kan hier ook naar de buren kruipen. Oh, hij kan ook naar de buren kruipen. Oh, mooi. Had je niet beter bij de buren naar beneden kunnen gaan, want die hebben misschien een beter gat. Even kijken hoor, wat heb ik hier? Ja, dat zegt hij. Dat was handig. Even kijken, wat zie ik allemaal? Goud. PVC-lijm. Mummies. Nee, dat ook niet. Nou, alles is gebeurd. Er zit een vrij klein mond in de doos. Ja, maar als je ooit in de toekomst wat wil vervangen, je trekt hem eruit. Even kijken. Hoor. Is wel droog, helemaal beneden? Ja. Oké. Okay. Nou, gelukkig wel, want anders heb je ook nog een ander probleem met schimmel en alles. Oh ja? Even kijken. Ik kan het ook niet goed zien. Maar dit is de trappetje, denk ik, hier. Oké, okay, dan moet ik even een gele installatiebuis hebben. Twee en een koppelstuk. Even kijken hoor. Ja, want het is wel eens. Maar waar is het? Ja, twee lange. Ik zou niet zoveel koppelen onder de grond. Hebben we dan wel genoeg buis? Ja, ik hoop het wel. Maar waar? Ik kan me niet oriënteren waar ik ben nu. Je bent nu recht. Ik zit nog steeds in het gat. Ja, dat zie ik. Oh, moet ik even schijnen door die muur heen? Ja, doe maar even. Bert. Zijn die nu allemaal door? Moeten ze daar schijnen, zodat die weten dat hij dit. Als het goed is, zie je al buizen of iets van kabels lopen, daar aan die kant waar je nu kijkt. Ik zie een kabel lopen. Ja, vijf mars. Okay. Zie je daar een witte kabel lopen? Ik zie twee stokken erheen. Ja? Zie je het? Vraagt hij. Ik zie alleen aan een andere hoek, de stokken. Hij zit alleen in die stokken, de andere hoek. Zo ja. Ja? Zie je wat bewegen? Ja, dan kan ik even voor. Ja,
ik moet... Zie je wat bewegen? Nee, ik moet even een etage lager. Nee, hij moet even een etage lager. Oh ja, dat klopt. Ja, daar gaat hij nu heen. Kom ik daar dan? Moet je een schepje hebben? Even kijken. Ja, dit is een aparte unit. Ja, je hebt een unit links en een unit rechts natuurlijk. Ja, er loopt dus een muur tussen. Ja. Dus die kan je niet naar de ene kant, naar de andere kant. Oké. Dus je moet eerst aan de andere kant zijn? Ik kan deze ook doen. Daar is een zwart kabel, zie ik daar in de verte. Ja, maar die is afgeknipt boven het plafond. Kan je die terug omhoog duwen? Dat moet ik niet. Want er is een zwarte kabel afgeknipt in de vloer. Ik ga even roepen, wacht even. We zijn weer aan het eind van dag. Dag 7! Oké, nou dat was hartstikke goed. We gaan even rondkijken. Ga je gang, loop maar. Oké, wat hebben we hier vandaag gedaan dan? De verwarming is aangesloten. Water is er een dik. Ja. De water is aangesloten. Okay. En de buis ziet niet anders uit dan die buizen. Ja, die wordt geverfd van die buizen. Ja. Want. Oké. Want die zijn van ijzer heeft dus omgebuigd. Ja, gebogen. En hier hangt die open, die is ook aangesloten met water. Die is ook aangesloten. Hier zie je daar de buizen. Oké, ook goed. En daar staat dozen in. Ja, we hebben de badkamer. Ja. En hebben we. Hier nog. Hier hebben we niks gedaan, hè? Nee, even door. Een paar knuffels. En wat hebben we hier gedaan vandaag? Ook die verwarming anders aangesloten daar in de hoek. Ja, want je ziet deze buis hier. Hebben ook de gasbuis hebben wij dus aangesloten. Ja. En we kunnen ook gelijk zien dat we dat krijgen. Dat hebben ze gezien, dat was een beetje nat geworden. Er was een beetje water gesprongen. Ja. Toen was je er niet bij, maar toen sprong het water omhoog. Dus gaan we even boven kijken nog. Ja, loper. Nou, eens even kijken. Hebben we hier nog eventjes deze? Ook aangesloten volgens mij. Ook aangesloten? Ja, hebben we ook heel mooi zo. Dan kunnen ze morgen verven hier. En de vloer neerleggen. Ja, morgen gaat het gebeuren. En hier dan ook de verwarming aangesloten. Ja, hier. En de muur. Ja, en de muur is ook aardig geworden. Zie je? Het is nog een platte beetje. Ja, zo'n beetje nog. Maar dat is niet erg. Oké. Hij is nog redelijk droog. Nou, dan gaan we nog even naar beneden dan. Ja. En dan ga jij, ik denk alvast naar huis, want morgen ga je naar school, hè? Ja. Morgen naar school, dus dat is wel heel spannend. En nog even naar mijn kamer. Ja, oké. Okay. Oh ja, jouw kamer hebben we ook. Papa was die vergeten. Ja, dan komen we dan even naar... Dat is niet heel slim. Nee, ja, ja. Dan heb je dus nu jouw kamer. Oké. Ook alles klaar. Ja, groen. Ja. Kijk dan die deur. Hier, moet je de deur zien. Ja. Oké. Ja, oké. Nou, lopen we even naar beneden. Gaan we beneden kijken. Ja. Daar heb ik ook nog niet heel veel gedaan. Nou, we hebben de meterkast gemaakt. Ja, en het grappige dat je daar natuurlijk een beetje zand zit. En daar ook. De meterkast hebben ze nu gemaakt. Ik zal je iets laten zien, maar papa. En deze onder zijn geweest. Waar zijn we geweest? Hieronder. Ja, we zijn onder de grond geweest. Hè. We hebben de kabels getrokken. Kijk, je kan het even zien. Nee, dat hoeft niet. Hier. Zaklampie. Kan je het even zien? Ja. Oké. Helemaal onder de grond zijn we geweest net. Ja, ik heb even kijken. Ja. Ik heb nog niet gekeken. Jij hebt nog niet gekeken? Er ligt nog heel veel draden. Ja, dat hebben we nu gedaan, die draden. Ja. Nou, super. Nou, voor vandaag zit het er weer op. Voor dag 7. Ja. En morgen is dag 8. Ja. Even hier staan. Ja, ik kom even hier staan. Dat ik in het gat val. En ik vond deze video best wel leuk. En ik heb ook heel zin in morgen. Nou ja, veel sets met de. Zo. Daar heb ik ook allemaal galabal. Van morgen. En dan zie ik je morgen weer terug. Oké, doei. En abonneer en geef een dikke duim omhoog. Yes, doei. Doei.